meeste burgers hebben eigenlijk geen zicht op de interne keuken van een gemeente. Hoeveel ambtenaren, wat doen die ambtenaren, wat kunnen ze niet doen eventueel. Dus daarvoor is die infoavond zeer goed, vind ik, om mensen wat argumenten te geven, wat motieven te geven waarom een fusie eventueel nuttig kan zijn. En dan kunnen ze nog een eigen mening daarover vormen natuurlijk. Het is een infoavond. Dat betekent dat we proberen om de voor- maar ook de nadelen van een mogelijke fusie te belichten. Maar vooral mensen te informeren over ja, wat de gemeente als bedrijf eigenlijk allemaal kan of niet meer kan. Of misschien niet met voldoende continuïteit of kwaliteit nog kan. En daarvoor is het goed, denk ik, dat mensen dus, als het ware ondergedompeld worden in die toegegeven niet altijd zo eenvoudige wereld van bestuur en organisatie en capaciteit van gemeentelijke organisaties. In een bestuurskrachtanalyse onderzoeken we de capaciteit of het vermogen van een lokaal bestuur om huidige, maar ook toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Uit deze analyse van Ruisleden stellen we vast dat die capaciteit sterk onder druk staat. Dus we kunnen wel stellen dat Ruisleden op lange termijn niet levensvatbaar zal zijn als lokaal bestuur. En we geloven er ook sterk in dat een fusie met Wingene die capaciteit zal versterken, hetzij op een voorzichtige, toch duurzame manier. Ik denk dat het belangrijk is dat wij mensen uitleggen hoe wij tot deze beslissing gekomen zijn. Dat een fusie noodzakelijk is, dat wij daar niet meer onderuit kunnen, dat we moeten eerlijk zijn tegenover onszelf. En dat wij dat doen met Wingene, ja, waarom dat wij dat doen met Wingene, dat dat onze keuze is en dat wij die keuze blijven verdedigen.